Yes, yes, yes. Een hele goede middag. Ja, vandaag gaan we ballen uitdelen. We gaan snel beginnen. We hebben heel veel haast. We zijn in Amersfoort. En ja, Davy is aangekomen. Ik moet vandaag gaan presenteren. Wahid is er. Dus in ieder geval, ga abonneren. Likes, comments. Dat gaat steeds beter. We zitten over de 300 abonnees. Dat wordt nu echt serieus. En nou ja, loop mee. En dan ga je die alles meemaken. Tot zo. Arbeidertje, alleen maar liefde. We komen hier aan en nou, we gaan snel omkleden en zo. En dan gaan we knallen. Davy is er, onze Wahid. Andere meneer Abdi is ook aanwezig. Alles goed? Altijd. Rustig. Ja. Lekker man. Heren, alles goed? Zeker, man. Ja, hebben we er een beetje zin in? Ja, altijd. Met jou wordt het sowieso een feest. Loop ik hier, dan moet je eens kijken. Dit is nou fantastisch. Ja, geen grap hoor. Top ontvangst. Hey, was goed. Lekker man. Dat is goed. Hey, jij hebt ook een vraag. Hoe reageerde je toen je gescout werd voor Ajax? Kijk, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij reageerde. Ja, ik was eerst uitgenodigd bij FC Utrecht. Dat ik daar mocht komen trainen. En dat had ik één keer gedaan en dat vond ik ook leuk. Maar ik was wel van Ajax. En een week later kwamen ze van Ajax. Mocht ik daar trainen. Ja, toen was ik heel blij. En toen dacht ik eigenlijk al dat ik gelijk mocht komen, maar ik moest eerst nog trainen en wedstrijden en laten zien dat ik goed genoeg was. En uiteindelijk heb ik dat gedaan en toen zeiden ze van je mag volgend seizoen komen voetballen. Ja, en dan ben je super blij. Ja, als je de foto genomen hebt, loop even naar het Zeer goed, ik denk dat ze in Nederland één presentator mag kunnen aannemen vanaf heden, dat ben jij. Dat meen ik oprecht. Ja, ging het een beetje goed? Ja, ik zit een beetje naar mijn zoon in de gaten. Ja, je hebt gelijk. Hij vliegt wel een kant. Je hebt gelijk. Wat leuk dat je met me mee. Ja, ik ga hem even daar weg halen. Nou, we hebben hier, als je aan deze kant staat, we hebben hier een van de grote sponsoren, meneer Abdi. Ja, echt top gedaan. Ja, maar kunnen we even een sectie? Ja, natuurlijk. Kijk. Ik ben ook trots op jullie. Ik wil wel knuffelen. Ik wil echt knuffelen. Echt top gedaan. Nou, deze man die achter de schermen, ja, je ziet hem eigenlijk nooit. Maar hij zorgt voor onze hele ICT gebeuren. En nou, echt complimenten. Als er iets kapot is of wat dan ook. Nou, hij is binnen een dag, nou ja, ongeveer een paar uur is hij. En dan regelt hij het gewoon. Dus als mensen jou willen inhuren of langs willen laten komen, waar moet ze zijn? www.pcwensen.nl. Echt doen. Dat is garantie voor kwaliteit. Hè? Nou, nu gaan de kinderen allemaal op de foto. Kijk eens. Oeh, ja, ja, dat vind ik wel wat hebben. Ja, ja, geef maar een eiwijf. Hoe vonden jullie dit dat Davy Klaas er is? Ja, leuk. Ja? Maak je niet vaak mee? Ja, wel fijn hoor. Ja, maakt het niet uit, toch wel? Ja, nee, het is wel gewoon ook Nederland. Ja, wat dat betreft krijg je het zo goed mogelijk. Ja, kijk eens, hier hebben we nog meer kinderen. En wat vind jij ervan, al die kinderen hier? Ja, super gaaf natuurlijk. Ja, hè? En wat doe jij binnen de vereniging? Ik speel zelf voor dames 1. Oké. Ik doe veel voor de meidenvoetballen. Oké, nou doe ik. Meidenteam. Ja, ik moet zeggen, echt een heel leuk club. Je voelt gelijk warmte, dus wat dat betreft is dat goed. Ga zo door. Kijk, even kijken. Hey, wat vind jij ervan dat Davy er is? Heel vet. Ja? Ja. En jij bent voor Ajax of voor Feyenoord? Voor Ajax. Wauw. En wie is jouw favoriete speler bij Ajax? Dolberg en Klaassen. Ja, Dolberg is ook wel heel goed, hè? Ja. Nou, hij vijf. Dat vind ik een hele goeie om mee af te snijden. Oh, wat een beweging van Pieter, dames en heren. En daar gaat Pieter. Die is onderweg naar het doel. En oh! En kijk eens. Hij gaat zo doorheen alsof het niks is. Oh, ja, nee. Ho, hé, hey, waar is die bal nou? Oh, ja, kijk, hij heeft hem nog. Oh, dames en heren. En daar gaat Pieter. Oh, achterstand mee. En daar gaat hij weer. Oh, mensen zijn aan het zoeken. Kijk eens. En ja, daar gaat hij. Kijk eens. En dames en heren, Pieter, wat doet Pieter? Oh, en hij haalt hem weer terug. Pieter is aardig vermoeid.
En Pieter heeft nog steeds balbezit. Kijk eens. En dan gaat Pieter. En Pieter. Pieter. En hij had hem weer terug. Ja, de vermoeidheid speelt nu een rol. Pieter, 1 op 1 op Kevin. Oh! Is dit voor tv of zo? Wat zeg je? Is dit voor tv of zo? Dit is voor YouTube. Jongen, ja. Heb je wel dan een YouTube kanaal? Ja, ik heb een YouTube kanaal. Wat weet jij dan? Brian Vlogs. Oké. Ga je die kijken of niet? Ja. Ga je die abonneren? Ja. Kijk eens aan. Ja. Ja. Nou, ik ga heel snel kijken hoe het met Davy is. En jongens, heel veel succes, hè? Ja. Doei! Is toch heerlijk dit? Ja. Gewoon één bal en lekker voetballen. Zo simpel is het. Elk kind een bal. Ja, en dan is hij zomaar handtekening na het uitdelen. Waar heb je het? Zo. Dani is nog niet op de foto geweest. Is Dani nog niet op de foto geweest? Dani, dat moeten we gaan regelen. Kom. Even een beetje zo doen, hè, jongen. Hey, kom maar. Kian, even aan de kant. Ja, Dani die gaat op de foto. Kijk eens. Goed zo, jongens. Ja, ja, ik denk dat het wel goed is. Ja. Oprecht, dit is wel respect. Al die kinderen, handtekening, foto, je moet maar blijven lachen en zo. Lijkt me wel zwaar. Zou jij zo een leventje aan kunnen denken? Ik denk dat het wel, ja, op een gegeven moment zal het wel moeilijk worden. Maar overal waar je komt, iedereen wil met je foto, doen een handtekening. Man, dat is toch ook een eer, man? Ja, hè? Lekker, broer. Iedereen wil je zien. Ja, kan ik me ook wel voorstellen, hoor. Ja. Ik denk dat ik 3 keer in mijn reet heb. Nooit meer was. Hij gaat nooit meer. Kijk hoe die shirt eruit ziet. Het is goed beveiligd allemaal, je weet maar nooit. Ja. Oh, dankjewel, man. Zo. We kunnen weinig kinderen zeggen. Hè? Nou ja, YouTuber. Ja. Ja. Nou, we gaan zo. Ik ga eerst even met hem in gesprek. En dan zien we elkaar zo. En dan ben ik ook benieuwd wat Dave hiervan vandaag vindt. Tot zo. Later. Wil je nog een shout-out doen? Nee. Shout-out naar Zakaria, met Demi en mijn zus. Kijk eens aan. En nog Imran. Imran? Ja. Oké, nou Imran, shout-out naar jou, Gab. Rustig aan, hè. Dave, hoe gaat het tot nu toe? Ja, gaat goed, hè. Ja? Ja. Respect, hoor. Iedereen is blij. Ja, volgens mij ook. Dat is een goed teken. Ja, toch? Absoluut. Nou, Dave, hoe vond je het? Ja, dat was leuk, hè. Ja? Veel kinderen en... Doei. Ja, was gezellig. Doei, jongen. Zie je. Ja, dat was leuk, man. Ja, toch? Ja. Elke keer de pop past wel echt bij jou. Ja, ja. Ja, leuk, man. Nee. Dat is toch wel heilig. Volgens mij niet. Nee, was leuk, man. Was echt... Ja, toch? Ja, weer geslaagd. En ook weer blij met de bal? Ja. Je hebt er nu hoeveel? Ja, dat weet ik. Ik vier het dan. Ja. Ik ga allemaal naar de woonkamer. Gaat het snel? Ja, dus af en toe trap ik het eraan en dan gaan. Hopelijk dat ik dan wacht. Hey, onwijs bedankt, yes, Dave. Tof, man. En tot snel. En niet vergeten te abonneren, mensen. Ja, precies. Later. Nee. Even serieus. Knallen. Nou, volgens mij super succesvol. Weer heel veel kinderen blij gemaakt. Nou, hier doe je het voor. En nu moeten we snel doorknallen. Even wat eten, want ik heb echt trek. En daarna, we hebben nu weer de 14K run bij in Amsterdam Olympische Stadion. Samen met de Johan Cruijff Foundation. Dus dan ga ik daar ook even wat proberen te vloggen. En even kijken hoe dat er allemaal uitziet daar zo. Nou, blijf even kijken. En tot zo. Alleen maar liefde. Want wij zijn echt, echt een mannen. Tot zo. Oké, mensen, we zijn... waar staan we nu? Het mooiste stadion van Nederland. Echt? De Amsterdam Arena natuurlijk. Amsterdam Arena, mensen. Ja. Wahid, ja, wat gaan we hier doen? We gaan hier 14K'en met de kids run meemaken. 14K'en met de kids? Yes. Oké. Okay. Voor Johan Cruijff, daar mogen de kinderen aan deelnemen. Je hebt wel iets speciaals met Johan Cruijff, hè? Ja, dat is serieus, zeg maar. Johan Cruijff is een bijzondere voetballer in Nederland. Maar jouw band met Johan Cruijff, in de zin van, je hebt, vertel het maar gewoon. Je hebt gestudeerd aan de? Johan Cruijff University. Oké, okay, netjes. Dat is een goede tijden geweest. En wat vind je van Johan Cruijff University? Ja, dat kun je beter nu aan Bas vragen. Ik ben ondertussen, ik ben niet meer jong.
stond het dus alweer 12 jaar geleden. Toen maar ik zie jou wel als een succesvolle persoon, dus ik ben wel benieuwd. Ah, naar dankjewel, dankjewel. Wat Johan Cruijff University jou heeft moet gebracht. Moet even kijken waar we heen moeten gaan. Oh, daar. Nou, het heeft me... Ja, ik mag niet klagen. Ja? En wat is het belangrijkste wat je daar hebt geleerd? Niet opgeven, doorgaan. Gewoon een sportmentaliteit. Constant kopje omhoog. En leren van je fouten. Eens, heren? Ja, zeker. Ja? En wat kunnen jullie wat moois vertellen over de Johan Cruijff University? Hebben jullie wel bij Bas zijn? Ja, het is een mooie school. Het is opgezet door topsporters natuurlijk. En ja, de docenten zijn vele ook zelf topsporters. Het maakt het zeg maar, ja, ik heb zelf dan een topsport verleden. Maar het maakt het zeg maar mogelijk om je topsport met school eigenlijk te combineren. En dat is gewoon heel erg mooi eigenlijk. Top man. Yes. Dat zijn mooie woorden. Ja, ja. Nou, op naar de arena. En tot zo. Aardig wij zijn echte mannen. Wat? Echte mannen. Kijk, moet je kijken. 14. 13. 3. Oh, ik zie hem al, ja. 2. 1. Dankjewel, Daphne. Fantastisch moment. We gaan op weg. En hij liep inderdaad al. Ja, ja, dames en heren. De eerste zijn al van start gegaan. Of je bent te laat. Waar blijft dat applaus, Amsterdam Arena? Ja! Rustig beginnen, jongens en meisjes. Rustig beginnen. Kijk, het is een klein. Rustig beginnen. De high five is er van Kruijffie. Rustig beginnen. Hey, goed, top geregeld. Top, hey. Ja, top. Alles goed. Geweldig. Is de jeugdtrainer bij Ajax. Ja, geweldig. Aan de hak. Nu ja, sta ik eindelijk met hem op de foto. Toppie, goed gefilmd. Toppie, man. Top. Hoi, hoi. Nou, aan de hak. Speciaal voor jou. Dit is een van je lievelings jeugdtrainers. Super. Nou, tot zo. We gaan even kijken. Dames en heren. Amsterdam Arena. Ja, ja. En daar komen ze allemaal binnen. Goedendag dames. Hallo. Goed shirt. En jullie moeten niet meerennen? Nee, nee, nee. Geen zin? Nee, we gaan zo meteen. Oh, we zijn straks pas aan de beurt. Ja. Hier komt Dani, hier komt Savento. Hier komt Ronnie. We hebben Mark. Kijk eens, de allerlaatste komt nu binnen. Ja. Kijk eens. Ja, ja, ja hoor. Over de finish. Dat was de laatste. Top gedaan. Hé hey, mensen, let op. We gaan wat uitproberen. Achter ons hebben we VIP-ruimte. Maar met wij in zo'n pak, wat denken jullie? Gaat het lukken of niet? Wat denk jij, Bart? Ja, ik denk dat het gaat lukken. Ja? Maar sowieso zonder dat pak was het dan ook wel gelukt. Willen jullie kop? Jermaine. Ja, als je niet meewerkt, dan... Jermaine. Let op. We hebben daar een VIP-ruimte. Ja. En denk jij dat wij het lukt om daar naar binnen te gaan in zo'n pak zo? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. De challenge gaat nu beginnen. Nee, ik ga niet met die challenge. Oké. Okay. We gaan het niet filmen, maar als we binnen zijn, dan gaan we filmen. Tot zo. Ja, ja. Die heb je. Gewoon wat koffie. Lang leven de Cruijff Foundation. Ja, hoe voelt het? Nou, om heel eerlijk te zijn, wij wilden het echt niet doen, maar het is gewoon even grappig om een keer mee te maken, toch? Om een brein blij te maken. En voor Bilal doen we dit eigenlijk. Ja, hè? Nou, we zitten nu in de VIP-ruimte. We mogen gratis drinken. Eerste bakje koffie hier. Nou, we gaan zo naar de andere, want die andere ja, is een beetje lullig. Maar eerst rustig onze bakje koffie drinken. Heel rustig. En dan komen we zo naar jullie toe, jongens. Aju, echt een mannen. Het is gewoon avond nu. En moet je eens kijken. Ze zijn gewoon nog steeds aan het rennen. Ze stoppen niet met rennen. En we zitten nog steeds bij de VIP-ruimte. Hebben ze super gedaan. En we hebben gezelschap van de rechterhand van Johan Cruijff. De rechterhand. Dus de oprichter van de Johan Cruijff University. Die staat daar.
Ja. En die helpt ons altijd meedenken en elk in de bal, daar denkt hij ook volop mee na. Echt super blij dat deze man ook leren kennen. En ja, oprecht gewoon top, gewoon top. Hey, we gaan hem ook rustig afsluiten, het begint laat te worden, wij zijn hier nog, het stond nog heel laat. We gaan zo meteen op de wat drinken, gezellig chillen. Vergeet vooral niet te abonneren, super lange dag geweest, top, ik hoop dat je het gezellig vond. Volg ons op Insta, Facebook, alles op en eraan. En hopelijk tot snel. En abonneren. 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 Niet vergeten, hè? Gewoon doen. Abonneren.